kijken, hoeven we verder weinig aan te doen. Bart die krijgt het woord en die is van plan om een extra naam van te maken. Succes, jongen. Dankjewel. Nou, dat is in ieder geval de bedoeling. Het plan voor vandaag is het volgende. Dit is de boom van vorige keer, daar wil ik heel even over hebben. Ik heb vorige keer met veel verven ten heel verhaal staan houden over dat ik meer knoppen wilde en hoe ik dat wilde snoeien enzovoort. Nou ja, die A zegt, je moet B zeggen en dus ook met de bulk bloot. Dus die heb ik even meegebracht. Ik heb een klein beetje voorbereid al, maar een verhaal voorbereid over met name loofbomen. Want gevraagd werd om nog een keer terug te komen. Het is altijd leuk als je ergens terug mag komen, dus dank daarvoor. Kun je een keer iets over loofbomen doen? Ik heb geen idee wat voor vraag dat is. Ik bedoel, dat is een hele lastige. Ik bedoel, het seizoen doet daarin mee, dus daar kom ik wat in schuiven. Gelukkig, dat was fijn. Het seizoen doet daarin in mee. En ja, ik ga waarschijnlijk geen eens een draadje gebruiken vandaag. Dus ik ga niet bedraden, ik ga heel veel uitleggen. Ik ga eerst iets uitleggen over de seizoenen. Winter, voorjaar, zomer, herfst. En hoe dat nou zit met de energie in de boom. Met name in loofbomen. En dan ga ik proberen dat verhaal wat ik daar gehouden heb. Een aantal dingen aan die twee S-dorens die ik bij me heb uit te leggen. En dan de praktijk uiteindelijk met die hele grote haakbeuk. Carpinus, Carpinus betulus. De haakbeuk zoals die ook in de plantsoenen staat. En ja, deze heb ik al wat langer. Dit is een haakbeuk, ook gewoon Carpinus betulus. Ja, op die, als dit soort vertakkingen op die boom zitten, dan zijn we wel even verder. Maar, ik ga wat plannen uiteenzetten van hoe je nou van die boom uiteindelijk de weg zou kunnen zijn naar zo'n boom. Maar dan zo groot. Dus dan denk ik zo dat we wel tegen 10 zitten. Dat hele verhaal gedaan. Dus ik ga veel vertellen. En ja, vooral snoeigereedschap gaat daar zitten. En wat ik voor het ook zeg, als er vragen of opmerkingen zijn of dingen van duidelijkheid, vraag het vooral. Zeg het vooral naar de heer van jullie. En dan kijken we er iets moois. Deze Bush Groen is de boom van een jaar geleden. En toen hebben we heel uitgebreid eigenlijk met elkaar gesproken over welke takken er allemaal af moesten en welke vorm het allemaal moest krijgen. En, ik heb toen ook het verhaal verteld hoe de boom voorbereid was. Dat hij niet kort daarvoor verpot was, maar dat daar al wat tijd tussen zat. Dat hij goed gemest was, dat hij goed krachtig was en dat ik dus een hoop dingen daaraan kon doen. Mijn plan op dat moment was ook om de demonstratie te geven zoals ik dat van plan had, was en ook de vorm van de boom daar in de grondverf te zetten. Dat levert altijd, zeker bij een taxi, een wat iel gezicht op. En toen heb ik ook verteld van wat zijn nou de vervolgstappen die daarin zouden zijn. Nou, mijn verhaal was toen dat ik hem goed zou nesten, dat het loof wat zou gaan uitlopen, dat ik dat eerst een tijdje zou laten groeien. Om de boom krachtiger te maken, meer loof te hebben, dat die goed kan groeien. En dat ik hem op enig moment terug zou snoeien. En dat hebben we gedaan. Dus er is weer van die lange spiepers die er dan aankomen, die zijn goed teruggesnoeid. Om de boom zo gek te krijgen om heel veel nieuw loof te maken. Want wat je bij een tactuspak ziet, is van die lange pierlala's hebt. En die kun je dan mooi in allerlei slingers leggen, kun je een prachtig plaatje van maken. Maar uiteindelijk is dat niet zo vreselijk meer. Dus. Het draad is er uiteindelijk uitgegaan. Niet alles is precies op de plek blijven staan waar we dat wilden. En zeker omdat dat slappe geloof, dat gaat natuurlijk een beetje hangen. Dus dit ziet er niet meer strak en netjes uit, maar dat wisten we ook van tevoren. En door de dingen te doen zoals ik ze net gezegd heb, heeft hij gelukkig heel veel knoppen gemaakt. Dus door hem terug te snoeien heeft hij veel knoppen gemaakt. Die nieuwe knoppen hebben weer veel lichte lucht gekregen. Dus hier zal komend jaar een hele bos aan groen. Dus ik heb op dat moment veel meer keuzes voor de tweede vorming. Deze boom is nu toe aan de tweede vorming. En dan kan je dat weer heel mooi strak maken. En dan heb je ook een heel veel nieuw, fijn loof van binnen. En dan kan je er een mooi plaatje van maken wat alweer een stukje verder is.
Dus ik denk van, nou, het is leuk om deze bomen even mee te brengen, dat het goed gedaan heeft. En nou ja, je ziet hoe die er nou uitziet. En kijk straks maar eens hoeveel nieuwe knoppen die overal eigenlijk op het oude hout gemaakt hebben. Ik bedoel, op dit takje zitten er al zeker een stuk of 15. En ook onderin. Ja, het tweede verhaal dat ik vorige keer gehouden heb, was van, nou, groeien ze het vaak bovenin. En hoe hou je nou die groei onderin? Door neer te snoeien bovenin. En nou ja. Je ziet nu dat de hoeveelheid groen eigenlijk heel, als je zo even tussen je wimpers doorheen kijkt, eigenlijk heel egaal over de boom is. En dus ook het sturen als het ware van de energie in de boom is gelukt om die onderin te krijgen. Dus dat is gewoon maar eventjes het verhaaltje van de vorige keer. En dan kom ik direct bij mijn verhaaltje hier. Dat gaat over energie. Elke boom heeft een hoeveelheid energie die hij kan gebruiken en die hij nodig heeft om te groeien. En je kan dingen goed doen, maar je kan ook, als je net op het verkeerde moment gaat snoeien, de boom heel zwak maken. We hebben allemaal wel eens een boom die van, ja, daar zit nauwelijks blad aan, daar zit geen groei in. Of dat iemand bij je komt van, goh, kun je me raad geven? En dan zie je een boom die een beetje vet van kleur is, relatief weinig blad heeft zitten. Hoe moet ik die dan snoeien? Antwoord daarop is bij het vooral niet doen. Niet snoeien. En als er weinig blad op zit, heeft hij geen energie, kan hij geen energie. En al helemaal niet daar forse hoeveelheden mist opgroeien. Want daar kan hij niks meer. Nou, dat is het verhaal waar we het eigenlijk over gaan hebben. Dus ik ga de schoolmeester uithangen, eventjes 10 minuutjes, kwartiertje. Dat dan vertalen naar de boom. Zeker omdat dat te maken heeft met het verhaal van de loofboom. Loofbomen verliezen hun blad, verliezen dus hun fabriekjes waar ze de energie mee kunnen maken, in tegenstelling tot naaldbomen. En dan heb je dus heel erg pieken en dalen in de activiteit van die boom. En planten hebben geleerd om, loofbomen hebben geleerd, dus aangepast, om energie op te slaan. Waar zit van al deze loofbomen nu de energie? Die zit in de stam en in de wortels. Dat is waar die nu zit. Dus ik kan nu redelijk veilig gaan snoeien. Zonder omdraak. Maar als ik halverwege de zomer ben, zit dat verhaal anders. Want dan heeft hij die reserve-energie niet meer. Dus die reserve-energie, kom ik weer hierheen. En ik had mijn plaatje al een beetje voorbereid, dus ik pak dat nou netjes, mijn spiekbriefje er netjes bij. De bomen zoals ze nu daar staan, als het goed is, zitten barstensvol met energie. Want daar heb ik, als het goed is, vorig jaar al aan gewerkt. Die moeten barsten van de energie, zodat ze goed kunnen gaan uitlopen. En die is door en daar, die begint daar al. Dus in de winter, voorjaar, zomer, herfst, in de winter, als het zwarte dan de voorraad is, hebben ze heel veel voorraad. Maar goed, die voorraad, als die daar eeuwig zit, daar heeft die plant niet zo vreselijk van. Wat gebruikt die plant die voorraad voor? Om in het voorjaar heel snel uit te lopen. Moet je even bedenken wat zo'n plant moet doen. De voorraad die in die stam en die wortel zit, die moet die helemaal gaan, of grotendeels of deels, op gaan souperen aan het maken van nieuwe bladeren en nieuwe takken. En eventueel zelfs bloemen. Dat kost ontzettend veel energie. Dus als ik een lijntje, een soort grafiekje ga maken van hoe de hoeveelheid energie dan gaat gebeuren, nou, dan zul je dus zien dat de voorraad heel snel gaat dalen. Beetje overdreven te denken misschien, hè? Om het goed te maken. Die energie, waar is die voor gebruikt? Voor die blader. Dus dat is productie. En, of die, beter gezegd, dat noemen we verbruik. Hij gaat die energie verbruiken en dan gaat hij dus heel snel nieuw blad maken. Hij gaat die energie dus verbruiken. Wat had hij? Hij had eigenlijk nog helemaal niks. Nog niet aan bladeren of wat dan ook. Dus hij gaat verbruiken. Nou, laten we het verbruik rood noemen. Hij had helemaal niks. Vandaag helemaal niks. Nou, dan gaat hij maken. Dan gaat hij heel veel blad enzovoorts maken. Deze energie
verbruikt hij. En die energie verbruikt hij om nieuw blad enzovoort te maken. Die twee gaan tegen elkaar. Als je nou eventjes het verhaal verder gaat kijken, wat gaat er dan gebeuren? Dat verbruik, de lijn van het, de rode lijn van het verbruik doen. Nou, hij gaat maken, 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 maken. Dat doet hij. Zij verbruikt heel veel energie. Tot zo ergens aan het eind van het voorjaar. Dan hebben we de grootste groeischeute gehad. Dus dan heeft hij al die energie heeft hij gestopt in nieuwe bladeren. Nou, we kennen het verhaal wel zo rondom de langste dag. Dan kakt de groei van de boom in. Dus dan zal hij ook minder energie verbruiken. Dus dat zou je dan een dalend bijntje kunnen hebben. Nou, dat komt in de herfst. Dan wordt dat nog minder, dan zit er niet veel, heel vreselijk veel groei meer in, misschien nog iets herstellen enzovoort. En uiteindelijk duikt dat natuurlijk ergens in de herfst weer tot nul en dan zit ik weer op dit stuk. Op het moment dat die boom gaat uitlopen, moet hij eerst die nieuwe bladeren maken. Maar die bladeren, dat zijn zijn fabriekjes. Die maken nieuwe energie. Dat doen die bladeren, dat is het enige wat bladeren doen, energie maken. In de winter is dat niks. In de winter is dat niks. Er zit er geen blad aan. Dus die productie is ongeveer. Hier heeft hij een paar hele kleine blaadjes gemaakt, dat zet maar geen zoden aan de dijk. Dus op enig moment gaat hij zelf ook energie produceren. Maakt die nieuwe energie, dat is wat hij in die bladeren doet. Nou, als hij veel kan maken, veel verbruik, veel bladeren heeft kunnen maken, dan produceert hij ook veel energie. In de zomer zit dat blad er nog steeds aan. Hij maakt geen nieuwe bladeren meer, of minder nieuwe bladeren, dus dit gaat zakken. Maar de bladeren zitten er nog aan, ze maken het, produceren nog steeds nieuwe energie. Dus ik heb hier een soort surplus. Nou, zolang het blad aan zit, nou in de herfst, zo richting herfst, dan zijn de dagen wat korter, dus hij is niet meer in staat om die piek die hij hier had te doen. En dan wordt het herfst en dan op een moment valt het blad en dan zakt de productie heel snel weer terug. Zit er weer. Moet je kijken wat die boom dan met zijn voorraden kan doen. Alles wat hij had, heeft hij opgesoupeerd om nieuwe bladeren te kunnen maken. En die bladeren gaan uiteindelijk, de blauwe lijn, nieuwe energie produceren. Nou, ik heb hier, hè, dus ik verbruik energie en ik maak energie. Nou, die lopen hier gelijk. Hier komt een surplus. Er komt steeds extra energie. Dus op dat moment kunnen dus de voorraden langzamerhand weer opgebouwd worden. Nou heb ik dit in. En dan ben ik weer daar. Dit is de cyclus zoals die boom dat doet. In de winter zit hij vol voorraad. De voorraad die soupeert hij helemaal op. Dat gaat heel rap. Daardoor kan hij heel snel nieuwe bladeren maken. Die gaan voor hem energie produceren. Nou, dat loopt fijn samen op. Hoge productie en hoge groei. Dus dit is die piektijd. Dat, er zo pruiken, dat je in no time zo pruiken op je boom ziet staan. Hij blijft produceren, maar de bladeren, het wordt ook, enzovoort, en dan komen ze hier uiteindelijk weer samen. Dus dat surplus, dat levert voorraad. Is wat er gebeurt. Als ik dus niet zorg voor voldoende energie hier, dan moet hij dus wel, want hij moet uitlopen. Hij moet zijn fabriekjes opnieuw maken. Dit is de cyclus die hij moet doen. Zorg je dus er niet voor dat hij in de winter, hè, dus op dit punt, veel energie heeft, dan zit die lijn ergens hier. Nou, als hij dan hetzelfde trucje doet, dan heeft hij maar zoveel energie. Of hij moet helemaal tot op de bodem gaan. Dan kan er niks meer gebeuren, dan kan hij geen blad meer maken. Dan gaat het dus mis. Maar dan kan hij ook deze hoogte niet halen. En dan gaat een boom kwarren. Weinig. En dan wordt het slechter en slechter en slechter. En vervolgens zeggen wij dan ook nog van, nou,
maar wel even snoeien, want die lange zwiepers die moeten eraan volgen. Wat ik dan doe, is dan, als ik de helft van de bladeren afhaal, halveer ik de productie. Wat hij dan moet doen, is nieuw blad gaan maken. Dus dan ga ik hem vragen om energie die hij eigenlijk nog niet heeft, want in dit stukje, als we in de zomer aan het snoeien gaan, dan gaat het mis. Je kan hier ook heel erg gebruik van maken. Waar zitten we nu? We zitten nu op dit punt. Hier ergens op dit punt. Hier in het punt. Wetende dat de energie vooral in de wortels en in de stam zit, kan ik aan Igor het nodige doen. Want hij houdt zijn energie. En wat er gebeurd is, het afgelopen jaar, is dat je ziet al de zwiepers opstaan, er zit een hoop loof op, in het groene bush. Dus hij heeft veel energie kunnen opslaan. Dus we hebben er alles aan gedaan, ze heeft alles aan gedaan, door goed water geven, goed mesten, en daar goed mee aan de gang te gaan, dat deze lijn zo hoog mogelijk zit. Dat hij dus reserves heeft. En dat zelfs als er iets misgaat, stel dat hij helemaal opgevreten wordt door rupsen, of dat er een of andere maloot langskomt met een schaar of met een zaag ergens hierin, want die vindt dat er gesnoeid moet worden, dan gaat het. Dat moet natuurlijk niet aan het eind van het verhaal doen. Dus wanneer je een boom snoeit en wanneer je hem mest, kun je eigenlijk uit dit plaatje halen. Hier kom ik nog een keer op 3, 4, 5 terug. Maar iedere keer van, nou, als ik nou dit doe, wat gebeurt er? Dus, zwart. Dat was de voorraad. Even kijken, de blauwe was de productie. En de rode was het verdrag. Op welk punt ben je mis, hoor? Zou je het nu moeten kunnen doen. Mest heeft alles met die bladeren te maken, de activiteit. Als ik hier in de winter ga mesten, dat heeft geen enkele zin, want ik heb geen bladeren die iets met die mest kunnen doen. Dus dat heeft geen zin. Nou, wanneer moet je mesten? Als er veel blad op zit. Dus je kunt hier, in het voorjaar kun je mesten. Dat zijn we gewend, hè? Dat we in het voorjaar mesten. Dat is logisch. He, want hij heeft er is een hoge productie, hij gebruikt dus veel voedingsstoffen, die voedingsstoffen aanvullen, dan is dit logisch voor hier voor het mest. Nou, dan krijg je de zomer, dat is heel erg heet, dan zakt het hele verhaal een beetje in, dus dat is niet het juiste moment om te mesten. En dat wat heel veel mensen vergeten, is die herfst. Moet eens kijken wat hier gaat gebeuren. Er moet heel veel voorraad opgebouwd worden, dan ga ik volgend jaar misten. Hij heeft nog een hoop productie, dus de activiteit in de boom, de fabriekjes, de bladeren, zijn er nog. Die kunnen dus die mest ook verwerken. Dus september, begin september, als het heetst van de augustus geweest is, mesten, goed mesten. Dat zit hier. Want dan heeft hij nog die producten, hij kan het nog verwerken, hij heeft de bladeren er nog voor, waardoor ik hem help deze lijn omhoog te doen. En heel veel mensen vergeten dit mest. Deze is misschien nog wel belangrijker dan die. Want hier zorg ik ervoor dat deze lijn zo hoog mogelijk kan zijn. Mesten in het najaar. Die zit hier. En dan hoor je mensen, ja maar dan als ik te veel of misschien wat te laat mest, dan gaan ze weer uitlopen. En daarom dan doe ik het maar niet. Dat is onzin. Je kan heel veel mest bij een boom gooien, die gaat niet daarvan uitlopen. Waar gaat een boom wel van uitlopen nog een keer in de winter, of in het najaar? Door een keer fors te snoeien. Stel dat je nog een keer gaat snoeien in ergens september, oktober of zo. Want wat doe je dan? Dan ga je zijn productie en verbruik, deze twee, die haal je hierin. Hij heeft minder bladeren. Hij kan dus veel minder produceren. Dan komt hij dus in de paniek terecht, want hij weet ook wel, ik moet dit doen. Maar ik zit pas hier.
Als ik deze hier dus omlaag haal, dan kan hij niks meer. Paniek. Wat ga ik doen? Uitloop. Nieuwe bladen gemaakt. Alleen tegen de tijd dat hij... Maar wat hij dan wel moet, dat zal hij eerst van deze reserves moeten doen. Dus deze lijn duikt ook weer. Dus hij gaat gigantisch investeren in dat verhaal. En als er de tijd nou genoeg was om dat te doen, is dat een goede investering. Maar ja, dat is het niet meer als het laat is. Dus later in de herfst snoeien en dan heb je dus de kans dat de boom nog gaat uitlopen. Niet door het mesten, wel door het snoeien. Dus hier zit mesten en hier zit mesten. En natuurlijk zijn er allemaal uitzonderingen enzovoorts. En dan heeft dat vaak te maken met bijvoorbeeld het willen hebben van bloed. En dan moet je dus van die boom weten op welk tijdstip die boom bloem maakt. En een boom die heel veel voeding heeft, daar is de noodzaak niet zo voor om echt te gaan bloemen te gaan maken. Bloemen gaat vaak uit armoede. Dus als je nou net het hoeveelheid mest relatief laag kan hebben op het moment dat die plant zijn bloemen maakt, ja, dan zet je hem op een bloemenmaker aan. Ja, vergeet nooit dat je op een of andere manier hier moet aankomen. Het liefst nog daar. Hoe dan ook. Dus bijvoorbeeld de truc bij een meidoorn is om hier niet al te veel te mesten. Om wat? Om hier in het voorjaar niet al te veel te mesten. Je moet natuurlijk moeten mesten, hè. Je moet hem niet laten kwakken. Maar hier niet al te veel laten mesten. Want dan gaat hij op een gegeven moment zijn bloemen maken. Want ja, hoewel we bloemen maken. En vervolgens hier in het najaar heel behoorlijk te mesten. Dan help je hem. Dan heeft hij de bloemen al gemaakt en dan help je hem nog een keer op niveau. Dat is de truc bij mij door. En zo heb je bij allerlei bomen de bemestingstrucjes. In de bonsaiboeken zie je wel eens van die balkjes staan en dan, hè, want daar moet ik, van die tijdlijnen zal ik maar zeggen, eigenlijk is dit ook zo'n tijd en dan moet je mesten, dan moet je snoeien, dan moet je nijpen, dan moet je verpotten enzovoort. Daar zit dit verhaal vaak aan. Je kan bijna alles wat je doet aan een boom hier naar terug. Als je zo denkt, dan kun je heel veel dingen doen aan een boom. En als je even nadenkt van nou, dit moet ik zeker niet doen. Dan denk dat al voorkomen, helpt heel erg. Want het gaat erom zo krachtig mogelijk die bomen te maken.